Mijn naam is Jasper Tissen, ik ben 28 jaar. Ik ben opgegroeid in Schotland en momenteel ben ik bezig met de laatste voorbereidingen samen met de Holland 8 voor de Olympische Spelen in Tokio. En waarom wil je gaan roeien? Ik had het al eerder voorbij zien komen op televisie. Toen vond ik het altijd wel vet. Ik had ook al altijd iets met watersporten. Dat daarvoor niet per se beoefend, maar ik wist wel dat ik dat gaaf vond. Toen ging ik in Rotterdam hospiteren en toen kwam ik bij een huis. En die twee jongens zaten bij Skari. En die jongens die zeiden, nou, vanavond hebben we een barbecue. Volgens mij de voorganger van de slapersbarbecue van de Eureka Week. Ja. En toen kwam ik langs en iedereen is natuurlijk heel enthousiast. En dat leek me wel wat. En waarom het wedstrijd roeien? De keuze werd zo, of je gaat wedstrijd roeien of je gaat competitie roeien. En het wedstrijd roeien is gewoon hard werken, hard trainen en gaan voor alles te uithalen wat erin zit. Ik dacht, nou, dat ga ik sowieso doen. Maar hoe belangrijk was de eerste jaarsploeg voor jou? Ik denk dat als die eerste jaarsploeg, daar ben ik nog steeds super hecht mee. Ik denk als ik hun niet had gehad en Skade niet had gehad, dat ik tegen april terug was gegaan in Schotland. Dat ik dan had gedacht, nou, dit is niet voor mij. Ik ga terug naar de vrienden die daar zitten en die daar aan het studeren zijn. Dus ik denk dat door het vriendschap met de jongens en door hoe Skadi is, dat mij toen heeft geholpen om hier mijn plek te maken, zeg maar. En wat bedoel je met hoe Skadi is? Iedereen begint hier, als je hier als student binnenkomt, dan begin je bij nul. Je kent niemand. Dus ik had in één keer met iedereen, allereerste jaar had ik van alles in gemeen, namelijk dat ik hier niemand kende. En dat maakt het heel makkelijk om daar iets op te bouwen. Dus Rotterdam met mijn stad. Het hebben van een plek maakt dat je naar je zin hebt. Eerste jaar was het iets minder roeiend succesvol. In het tweede jaar ging het al een stuk beter. Kan je nog wel een paar interessante wedstrijden vertellen die je hebt meegemaakt die tijd bij Skadi? Mijn eerste jaar is 8. We hebben één punt gehaald in het klassement. Daar waren we toen heel blij mee. De ARB geloof ik. Toen hebben we met z'n allen één biertje gedeeld. Dat is ook het enige punt dat we hebben gehaald toen. En ik met één jonge Reinier speelde naar Bilgen. Daarna nog in een twee zonden gezeten. Hij zat ook in mijn eerste jaar 8. En wij waren samen heel succesvol. De basis daarvan leg je natuurlijk eigenlijk ook al wel in je eerste jaar. Wat maakte dat succes? Dat was altijd met hem? Ja, we hebben eigenlijk samen leren roeien. Roeien was nieuw voor ons. En daardoor vanaf het begin af aan al heel erg op elkaar waren we wel heel erg op elkaar ingespeeld. We hadden coach Otto Koppius, die kwam vanaf ons derde jaar kwam hij erbij. En toen vertelde hij dat hij een ploeg naar het SBWK wilde sturen. En wij zaten allemaal van, nou oké, heel leuk, gaaf, we doen mee. Ik had er wel echt een hard hoofd in. Ik dacht, nou, dat wij roeien net 2 jaar. Hij kreeg dat aan de praat. Ik denk een combinatie van dat hij heel goed zag wat wij konden en heel goed wist hoe hij ons beter kon maken. En dat wij zelf ook genoeg talent hadden om dat voor elkaar te krijgen. Kan je daar iets meer over vertellen? Wanneer die knop voor jou om was, dat je dacht, ja, ik kan naar het SBWK? Ik kan niet echt een moment zien van toen ging een knop om. Ik denk dat dat er altijd een beetje in zat. Ik heb altijd al gehad dat als iemand zegt dat iets niet kan, dan denk ik, nu ga ik het zien. Ik vond het een gave uitdaging dat iedereen zegt van, nou ja, je kan helemaal niet naar de Spelen gaan. Je bent net als student begonnen. En er zijn een aantal verhalen van jongens waarbij dat wel lukt. En toen eigenlijk zeiden ze, jullie zijn gewoon niet groot en sterk genoeg voor wat wij willen in die 8. Dus jullie doen niet meer mee. Maar als jullie een Nederlands record varen, dan mag je alsnog. Dus dat was een beetje van, nou, dan zijn die jongens zoet en dan hebben we er geen omkijken meer aan. Dat hebben we toen, is ons gelukt met ontzettend snel weer. Heel veel wind mee. Maar toch gelukt. En toen mochten we alsnog. En ik denk dat het daarin niet opgeven en blijven gaan op zoek naar die snelle tijd. Dat was wel een mooi voorbeeld van hoe we daarmee omgingen. In het wedstrijd roeien is het ieder jaar weer een keuze om weer door te gaan. Hoe besloot je elk jaar om wel weer door te gaan? En waarop was dat gebaseerd? Ik heb elk jaar wel echt moeite gehad met de beslissing om door te gaan. Ik werd elk jaar beter. Vanaf mijn derde jaar ging het gewoon heel goed.
en ik had ontzettend veel progressie gemaakt, dan zijn er geen signalen van dit gaat me niet worden. Ik heb daar wel elk jaar ben ik daar heel scherp op geweest. Dat was een angst voor mij, dat ik te lang door zou gaan en dan terug zou denken van ik had eigenlijk 2 jaar eerder moeten stoppen. Dat wilde ik niet, dus ik was er altijd scherp op. Die keuze was altijd wel moeilijk. Je hebt de afroepperiode natuurlijk met de feestjes en dat is super gezellig. En ergens gedurende de afroepperiode kwam altijd het moment als wedstrijdroeier dat het niet meer de bedoeling was dat je het feestje zou uitspelen. En aan het begin van de afroepperiode kon het prima en aan het einde zeker niet meer. Dus ergens lag die grens. En dat vond ik altijd wel de vervelendste periode. Dat het eerste feestje dat ik dan dacht, oké, het is nu 11 uur, het is klaar. En om dan naar huis te gaan, dat was altijd heel lastig. En die constante fysieke progressie en technische progressie in de boot heeft je gedreven om elk jaar toch te besluiten, ja, ik groei nog, ja. Ik word nog beter, ik plateau niet. Mijn advies aan oudejaars wedstrijders zou zijn, zorg dat je elk jaar heel goed weet waarom je het doet. Dat moet je weten. Ik zou zeker zeggen, als je twijfelt, zoek dat tot de bodem uit, waarom je twijfelt. En kan je dat verleggen of blijft die twijfel? Wedstrijdroeien vraagt zo ontzettend veel tijd en je moet zoveel opgeven. Ja, dat moet wel echt de moeite waard zijn. Maar toch werd er wel elk jaar daarnaast wel nog gestudeerd en vakken gehaald. Een roeicarrière is eindig. Ik wil dan wel wat kunnen laten zien. Misschien is mijn roeicarrière volgend jaar al klaar. Hoe ga je dat uitleggen aan een eventuele werkgever? Ik heb er 7 jaar over gedaan. Mijn gemiddelde ligt ver onder wat jullie zoeken, maar je moet mij wel hebben. Ik dacht, ja, dat is geen goed verhaal. Als ik het voor mezelf wil goed praten, dat mijn gemiddelde cijfer niet heel hoog is, vind ik dat ik het moet halen in 3 jaar. Dan heb ik gewoon nominaal gestudeerd, naast wedstrijdroeien en met een SBWK. Dan vind ik dat wel als plaatje wel klopt. En toen Reinier en Otto zeiden, dat kan niet. Dat moet ik natuurlijk horen. Waarom zou het niet lukken? Dus toen heeft Reinier 85 punten gehaald, geloof ik, en ik 90. Dat jaar. En toen dus alsnog gewoon nominaal dat gehaald. Dus ik denk dat ik de uitdaging nodig had. En daarin scheelt dus ook heel erg dat Otto docent is op de Unie. En ook dus heel erg studie-minded was. Hij wist van oké, als die jongens tentamen hebben, zijn ze gewoon fysiek minder belastbaar. Dus ik moet niet de dag voor een tentamen ze een ontzettend zware fysieke belasting geven. Dus ik denk de combinatie van dat ik en het niet alleen deed, maar samen met Reinier, en dat we een coach hadden die ook bezig was met het trainingsschema om de tentamens heen bouwen. Dat maakte het haalbaar. Je bent gewoon in de Bronzige Eland. Wat heeft dat huis voor jou betekend in je skaliteit? We hebben toen van de Bronzige Eland een skadihuis gemaakt. Ja, ik denk dat een studentenhuis, als dat leuk is en gezellig en dat je daar weer andere vriendschappen opbouwt, dan wat je normaal gesproken op skadi zou doen. Mijn huis was al een heel belangrijk stuk van mijn studententijd. We woonden daar met volgens mij 2 wedstrijdroeiers en 3 competitieroeiers. Een beetje 50-50 mannen en vrouwen. Ik weet nog dat we dan soms in het weekend, als we wedstrijden hadden in 020, dan moesten we heel vroeg opstaan om daar alvast heen te gaan. En dan gebeurt het nog wel eens dat we dan de competitieroeiers die terugkwamen van een feestje tegenkwamen terwijl wij aan het ontbijt waren onderweg naar de wedstrijd. Ja, dat is zo'n groot contrast. Maar dat waren wel contrasten die ik heel leuk vond. Roeien was een groot deel van mijn leven en de studie stond dan misschien achter, niet op nummer 1. Ja. Maar skadi stond wel altijd op nummer 1. Ja. Wat betekent het voor jou om ook de commissies ernaast te doen? Op skadi staan is commissies centraal. Je hebt natuurlijk best wel duidelijk een wedstrijdsector en een competitiesector. Dus daar kwam je elkaar niet zo vaak tegen, behalve in commissies. Dus ik vond het heel leuk om in commissies daar de andere kant van skadi te leren kennen. Iets terug te doen voor skadi. Commissies hebben mij geholpen in het roeien in de zin dat het bijdroeg aan het plezier dat ik op skadi had. En de mensen die ik kende, die helpen ook enorm in hoe leuk je het vindt. Hoe verandert de dynamiek tussen je bachelor en je master? Ik weet nog, ik heb toen na mijn bachelor heb ik besloten om studie te parkeren. Ik dacht van oké, ik ga nu. Nu kan het misschien nog dat ik aansluit voor de Spelen van Rio. Terugkijken, dat was super naïef en dat zat er helemaal niet in. Dus ik heb toen besloten om mijn studie te parkeren om voor het roeien te gaan. En die paar maanden, ik heb dat alleen van september tot en met december gedaan. Toen dacht ik, dit
is helemaal niks voor mij om alleen maar te roeien. Ik heb die afleiding nodig en een andere prikkel erbij. Helpt mij om dat allemaal in balans te houden. Kijk, iedereen is daarin anders en moet zeker zelf vinden wat is nou je eigen succesformule. Hoe steekt dat in elkaar? En wees ervan bewust dat je niet alleen maar energie ergens in kan stoppen. Je moet ook zorgen dat er weer energie binnenkomt. Toen je niet naar Rio kon gaan, toen je dacht ik kan dit jaar nog meedoen voor de Olympische Spelen, toen is dat niet gelukt. Hoe was dat? Dat knaagt, ja tuurlijk, dat knaagde wel een beetje. En wat eigenlijk voor mij doorslaggevend was, ik dacht nou over wat Jasper over 20 jaar, terugkijkend, wat ik dan graag zou willen voelen of hoe ik daarop terug wilde kijken. En ik dacht ja, het gaat me niet gebeuren dat ik het nooit echt heb geprobeerd. Ja, de deur naar dat team, daar moet je op aankloppen, dacht ik. Maar die moet je eigenlijk gewoon intrappen. Van nou, ik ben er. Voor 2016 gebeurde dat niet echt. Dus daarvan werd ik me wel een beetje bewust. Wanneer is het verschil geworden tussen wedstrijdroeien en topsport? Als ik kijk naar de slag in professionaliteit die ik gemaakt heb vanaf dat ik bij het team zit. Dat is ook wel echt weer, dat is weer echt heel iets anders. Op Skadi doe je er alles aan en dacht ik dat het niet beter kon. En door daar 100% mee bezig te zijn en te luisteren naar de adviezen van de staf daar. Ja, dat is zo'n gigantisch verschil. Nou, dat ging ik toen doen en toen werd ik heel snel heel veel sterker. Ik weet van jou dat jij heel erg gefocust was om ook die laatste dingen wel ook op Skadi te optimaliseren. Hoe heeft dat je geholpen? Voor mij werkt het in ieder geval zo, ik moet er alles aan doen. Anders, waarom doe ik het? Wat is alles? Ja, alles is heel makkelijk. Dat is dan alles waarvan ik de kennis heb en weet dat het eventueel zou kunnen helpen. Om een beslissing te maken, vergroot ik het helemaal uit. Nou, bijvoorbeeld met alcohol. Als ik nu 10 bier drink, ga ik daar harder van roeien? Nee, waarschijnlijk niet. Nou oké, dan drink ik geen bier. Ik denk dat ik ook wel inmiddels heb geleerd dat ik het toen mezelf wel in de weg zat. Door er zo erg mee bezig te zijn, want dat kost ook ontspanning. En als ik nu kijk, wat is nu een van de absolute belangrijkste dingen in het uitvoeren van topsport? Gewoon rustmomenten en ontspanning vinden. Ja, die had ik niet. Want ik was bezig met zo snel mogelijk naar Skadi fietsen en dan zo snel mogelijk naar de Unie, zodat ik geen tijdverlies had. Maar ja, dat was wel, kost de hele dag was ik bezig. Ik heb 1 keer gehad, volgens mij toen was het winter en dan waren we hard aan het trainen. Toen werd ik zo wakker. Ik dacht, oké, nou, geen zin om op te staan, maar het moet maar. Liep ik naar beneden en toen pas zag ik dat het 3:30 's nachts was. Op de klok die daar hing. Toen dacht ik van, hier gaat iets niet helemaal lekker. Als ik nu opsta en zonder na te denken al mijn roeikleren aantrek en bijna de deur uit ben, zeg maar. Dus ik denk dat ik daar de balans van ontspanning en alles eraan doen een beetje uit het oog verloor. Dus ja, ik denk dat dat is een tip dat ik dan nu zou geven. Van zorg dat die balans klopt. Prestaties neerzetten kan niet door alleen maar bezig te zijn met een prestatie neerzetten. Veel onderzoek heeft ook aangetoond dat sport naast fysieke ook mentale voordelen heeft. Hoe ervaar je dat als topsport? Ik ben ook bezig met hoe ik er mentaal voor sta, dus met mediteren richting wedstrijden. Mijn eerste WK op seniorenniveau, ik weet nog precies, dat was echt een, ja, bijna traumatisch denk ik, als ik het nog in zoveel detail kan herinneren. Dat was in Florida en het was echt ontzettend heet. En ik liep van de warm-up liep ik richting het moment van voorbespreken waar we hadden afgesproken. En ik was zo kotsmisselijk. Ik dacht gewoon, ik ga dit nooit meer doen. Dit ga ik gewoon echt nooit meer doen. Dit staat nergens op. Wat ben ik nou aan het doen? Ik geniet hier nul van. Dit is gewoon verschrikkelijk. Ik wil gewoon naar huis. Ik ga wat leukers doen. Dit staat gewoon nergens op. En toen ben ik daarna bezig gegaan met oké, wow. Sowieso ga ik daar niet harder van roeien. Dus toen met meditatie aan de slag gegaan. Met de sportpsycholoog. Als ik kijk naar hoe ik voor de start van het WK in 2019 daar in de boot zit. Ik ben helemaal relaxed. Ik was helemaal bewust en ik was gewoon helemaal in dat moment. Ja, dat is een gigantisch verschil. Dat heb ik voor elkaar gekregen door mentaal dat te trainen. Toen de Olympische Spelen werd afgelast, wat voor impact had dat op jou? Toen had ik wel echt een flink dipje. Dat moment kwam dat het werd afgelast. Nou, dat was ergens was dat een opluchting van oké,
Nu is het in ieder geval kogels door de kerk. We hoeven nu niet harde trainingen te doen, terwijl iedereen onuitgesproken het stemmetje in zijn hoofd heeft. Ik heb toen de eerste dagen nog zo hard getraind als dat ik normaal doe. Uit ja, gewoonte zeiden mensen om me heen ook al van, ja, je moet wel tijd nemen om te rouwen. En mijn vader zei dat ook. Ik dacht, ja, rouwen, alsjeblieft zeg. Maar dat kon ik niet lang afhouden. Niet per se dat rouwen, maar in ieder geval het emotionele of dat de energie gewoon op een gegeven moment helemaal weg was. Ik heb gewoon dat pijn en verdriet dat bewerkt. Uitgezeten, veel over gehad, over nagedacht. En wat erbij kon kijken bij zo'n periode van minder en onzekerheid, was inderdaad het plezier dat ik heb in het trainen. Ik weet nog dat ik voor het eerst weer in de boot zat. Dat ik dacht van, wow, dit is echt heel gaaf. En wat kunnen we dit goed? En ja, toen wist ik weer waarom ik dat deed. Vind je de offers die je voor al het roeien hebt gemaakt, als je nu op terugkijkt, vind je die meer dan waard? Ja, sowieso. Ik denk dat het scheelt dat ik niet weet welke offers ik heb gemaakt. Ik heb heel veel dingen niet kunnen doen. Maar ja, ik weet niet wat ik heb gemist. Ik krijg er ook veel voor terug. En ik verheug me er ook op om dat in te gaan halen, zeg maar. Wie binnen Skadi waren jouw rolmodellen? Toen ik binnenkwam Skadi had je Mitchell Steeman en Roel Haan, Olaf van Andel en David Kuipers. Nou, zij waren een gouden oude vier, hadden 5 keer de varsity gewonnen. Allemaal aangestoten bij het Nederlands team. Ik weet nog, David Kuiper die was ook begonnen als student. Daar is een voorbeeld van iemand die als student is begonnen en nu naar de Spelen gaat. Ik denk dat hij voor mij wel daar een grote rol in heeft gespeeld. En buiten Skadi, wie waren daar jouw rolmodellen? In Schotland werkte ik in een bistro samen met een andere jongen, Craig. En Craig die was een jaartje ouder dan ik en hij wilde het bodybuilding ontdekt. Ik heb veel met hem gelachen daarover altijd en hij had altijd zoiets van, waarom niet? Waarom zou het je niet kunnen? Wat een onzin. Hij deed toen als 15-jarige deed hij toen mee Mr. Scotland iets voor bodybuilding. En dacht, ja, ik ga daar gewoon heen en ik ga mijn best doen en ik ga wel gewoon zien. Komende jaren ga ik wel een keer meedoen voor de winst. En ik wil nu gewoon hard mijn best doen en kijken hoe dat uitpakt. En hij won toen. En toen werd hij Teenage Mr. Scotland. Wat super bizar was. Maar hij was wel echt een groot voorbeeld voor mij ook. Van oké, als je dus gewoon totale scheid hebt aan dat iedereen zegt, doe rustig aan, dat kan niet. Nou, misschien lukt het wel gewoon. Heb je adviezen voor mensen die starten met een nieuwe stap in hun carrière? Wat mij elke keer opvalt als ik ergens opnieuw begin, is dat je begint helemaal opnieuw. Dus ik ging weg bij Skadi en dan kom je binnen op het volgende punt, namelijk een Nederlands team. En daar ben je weer niks. En dat is elke keer ja, toch wel even wennen van wow, ik dacht dat ik er was. En ik denk dat, ja, dat je elke keer weer opnieuw begint. En dat is leuk, dat is een uitdaging. En daar kan je, daar kan weer heel veel moois uitkomen. Wat is je gaafste roeiervaring binnen Skadi? Dat is wel de varsity winnen, denk ik. Dat is wel iets waar je vanaf dat je binnenkomt, hoor je die verhalen. En weet je dat dat echt wel wat is. Ik kan wel andere leuke dingen bedenken, maar dat zou een leugen zijn als ik zei dat dat gaver was. Je hebt dan die grote pontonnen of in ieder geval waar al bij de verenigingen staan. En je legt je boot 800 meter verder het water in. Maar je moet daar langs roeien naar de start toe. Dus ik weet nog, toen was ik ook echt kotsmisselijk en nerveus en gespannen. En dan ben je daar naartoe aan het roeien, gewoon voor je warm-up. Dus. En dan hoor je in de verte zo. Je hoort heel veel geroezemoes. Maar je kan niet echt uitmaken wat het nou is. En dan kom je dichterbij en dan hoor je dat Skadi wint de varsity. En dan wordt het steeds harder en op een gegeven moment hoor je niet eens meer wat degene achter je zegt. En dan besef je van wow, wij zijn de enige Skadi-ploeg op het water. Ze hebben het tegen ons. En dat is gewoon, ja, dat is zo gruwelijk. En buiten het roeien om? Buiten het roeien om, tijdens het Kiss Weekend. De KISS-commissie en we hadden toen een contest georganiseerd. Dus de hele avond leuke liedjes zingen en veel drinken. En toen aan het einde, het afsluitende lied voordat die muziek ook uit moest en zo, was Skadi maximaal.
En die eindigt ook met zo'n skadi. Skadi. En dan is het klaar. Maar die groep en die kantis, dat ging. Ja, die hielden niet op. Dus dat was gewoon bijna 18 minuten lang. Skadi. En dat gewoon, dat stopte niet. Ja, dat was ook echt gruwelijk. En dan allemaal dat schreeuwen en alles de lucht in. Wij zijn skadi. Punt. Mooi moment. En ben je van plan om door te gaan voor Parijs 2024? Weet ik niet. Ik wil eigenlijk Tokio meemaken. Maar je hoort natuurlijk de verhalen van de feesten daarna. Dat is iets waar je naar uitkijkt. Ja, dat gaat natuurlijk niet zo zijn als dat voorheen was. Geen Holland Heinekenhuis, geen andere gekke dingen. Dus dat vind ik jammer. Maar de beslissing over Parijs, dat... Ja, in het najaar kan ik weer gaan nadenken over hoe en wat. Heel erg bedankt voor het interview. En heel veel succes namens Skadi op de Olympische Spelen in 2021. Dankjewel. Mooi. Mijn naam is Amber Medebelt. Ik ben 22 jaar oud en ik zit momenteel in de Paralympische 4-met. Die traint voor de Spelen in Tokio 2021. Amber, hoe ben je begonnen met roeien? Nou, ik ben begonnen met roeien nadat ik visueel beperkt was geworden. Alleen, ik ben niet begonnen met roeien daarom. Ik was eigenlijk gewoon op zoek naar iets meer activiteiten in mijn studentenleven. Ik wilde wat meer mensen leren kennen. Ondertussen wel sportief bezig zijn, want ja, ik heb vroeger wel veel gesport. Maar toen ik begon met studeren is dat eigenlijk allemaal een beetje ja, verwaterd. Dus ja, toen ben ik begonnen met roeien. Eerst eigenlijk gewoon voor de gezelligheid. Maar toen ik eenmaal was begonnen vond ik het wel zo leuk dat ik wel eigenlijk meer fanatiek wilde gaan sporten. Maar je begon niet in Rotterdam met roeien? Nee. Ik ben begonnen in Den Haag, want daar studeerde ik ook voor mijn bachelor. Dus ik ben bij Pelargos begonnen. Maar dat is een redelijk kleine vereniging. Dus er was eigenlijk ook niet zo heel veel mogelijkheid om fanatiek te roeien. Want ik heb eerst wel de wedstrijdselectie gedaan. Alleen daar kwam ik niet doorheen. Omdat ja, het was toch best wel moeilijk om... als je niet zo heel veel mensen hebt, om dan toch goed aan te passen aan iemand die net een beetje iets meer hulp nodig heeft qua praktische zaken. Dat was op dat moment niet zo handig in een heel kleine wedstrijdsector. Dus toen ben ik club gaan roeien. En na een jaar was ik klaar met mijn bachelor en toen ben ik bij Skadi gekomen. En wat heeft je de overtuiging van bij Skadi gehad? Ik had contact opgenomen met Skadi om te kijken wat er eigenlijk allemaal mogelijk was. Omdat ik op dat moment nog niet in de Paralympische selectie zat. Maar ik wilde daar wel erg graag hard voor trainen. Dus ik wilde graag weten wat hier mogelijk was. En eigenlijk was iedereen meteen super enthousiast. En ik voelde me ook meteen heel erg serieus genomen. En iedereen was heel behulpzaam. Dus daarom ben ik uiteindelijk bij Skadi gekomen. En kan je beschrijven hoe het Paralympische roeien werkt? Ja, ik zit in de PR3. En omdat ik een visuele beperking heb. Maar we hebben eigenlijk verschillende klassen. De PR1. Dat betekent dat je eigenlijk alleen je armen kan gebruiken. PR2 kan je armen en je rug gebruiken. En PR3 kan je eigenlijk je hele lichaam gebruiken. Maar dan zijn er wat kleine beperkingen. Dus eigenlijk kan je gewoon roeien zonder aanpassing aan het materiaal. Maar gaat het misschien toch wat moeilijker om een andere reden. Je hebt nu al een paar keer het team gehad. Kan je iets meer over vertellen? We zijn dus een mixteam van twee vrouwen, twee mannen en een stuur. Sommige roeiers zijn nog een beetje van het oude team voordat ik er eigenlijk bij kwam. En anderen zijn tegelijk met mij nieuw bij het team gekomen. Dus één jongen en onze stuur die zijn eigenlijk tegelijk met mij bij het team gekomen. En dat is wel eigenlijk heel leuk. Want dan kan je die ervaring van voor het eerst een toernooi hebben ook nog met mensen in je team delen. Want er zijn ook wat mensen in ons team die dus wat meer wedstrijden hebben gedaan. En het is dus leuk dat zij jou meer kunnen vertellen over die ervaring. Maar het is ook fijn dat bijvoorbeeld de spanning van zijn eerste wedstrijd, dat je dat kan delen met anderen. Het leukste moment vond ik misschien nog wel dat na onze eerste race, dat ik gewoon zag, terwijl ik zelf compleet aan het sterven was, dat degene voor mij dat ook aan het doen was. Dus dan weet je gewoon, ja, hier doen we het voor en we doen het echt samen.
Kan jij beschrijven hoe het voor jou was om bij de Paralympische selectie, dacht je eerst, nou, ik kom daar misschien later bij, maar ik ben nu even reserve. Ja. Opeens is die kans daar en kan je ervoor gaan en ligt die deur open? Dat eigenlijk liep een beetje gelijk met toen ik bij SCADI kwam. Dus toen was ik nog in de veronderstelling dat ik eerst die papieren moest regelen voordat ik überhaupt bij dat team kon. En ondertussen groeide ik wel een paar keer mee, maar dat was niet echt. Ja, het meeste deed ik gewoon hier of bij die andere vereniging. En toen bleek eigenlijk dat zij wel zoveel vertrouwen in mijn beperking hadden, dat ze me echt wel graag in het team wilden hebben in plaats van als reserve. Totdat ik naar een toernooi kon waar ik wel kon laten zien dat ik beperkt genoeg was. En dat was het WK Indoor. En vanaf toen ben ik eigenlijk vast lid in het team geworden. En niet alleen van vertrouwen in je beperking, maar vooral ook in jouw roeikunst, hè? Ja. Hoe was dat te ervaren? Met een professionele coach die meefietst langs de kant en die constant door een portofoon technische punten naar je roept. Nou, dat had ik dus niet echt meegemaakt. En eigenlijk verraste het me wel hoe snel ik eigenlijk de technische puntjes oppakte. En je moet dat wel meteen kunnen omzetten in die beweging. Dus je moet het snappen, maar je moet het ook kunnen vertalen. En dat ging eigenlijk heel erg goed. Ook omdat ik van mezelf met roeien, ik voel vooral dingen omdat ik het niet zie. En daardoor kon ik best wel goed het gevoel inbeelden hoe het dan eigenlijk zou moeten zijn. Je zegt al, het voelen heel belangrijk is in het roeien, hoe het voelt. Door jouw beperking wordt dat nog een stukje uitvergroot. Hoe is dat? Ik ben natuurlijk niet anders gewend, omdat ik al begon met roeien toen ik dit eigenlijk had. Alleen, het maakt dingen voor mij eigenlijk wel een stukje makkelijker, omdat ik niet op alle andere dingen eromheen hoef te focussen. Ik kan gewoon focussen op, loopt de boot soepel? En zo niet, wat kan ik doen om dat wel te laten gebeuren? Hoe is dat in een meermansboot? Ja, lastig. Ja, je hebt natuurlijk heel veel mensen die iets anders doen. En vooral als je mensen met een lichamelijke beperking hebt, die bijvoorbeeld een net iets andere krachtverdeling hebben dan je als normale roeier zou hebben, dan kan het nog best wel eens zijn dat het de ideale positie van de boot niet de ideale positie die je in een normale boot zou hebben is. En gelukkig trainen we heel veel, dus ik raak wel steeds meer gewend aan hoe dat dan voelt en aan iedereens beperking. Want er is eigenlijk voor iedereens beperking ook wel iets te verzinnen waardoor het eigenlijk bijna hetzelfde is. Alleen het is gewoon net een beetje anders. En je hebt ook altijd daarnaast blijven studeren. Hoe vond je het ervaren om te combineren? Ja, ik ben eigenlijk wel heel erg trots op hoe ik mijn studie heb aangepakt. Want toen ik bij SCADI kwam, toen was ik natuurlijk begonnen met mijn master. En dat was eigenlijk ook meteen het Olympisch jaar. En de studieadviseur zei, mensen stoppen met hun studie in een Paralympisch jaar. En ik begon aan twee masters in dat jaar. En ik vind het vooral fijn dat ik naast het roeien wat super fysiek is. En wat wel heel veel tijd kost, dat ik eigenlijk de rest van mijn tijd ook aan iets met mijn hoofd kan besteden. Ik vind studeren gewoon super leuk. En ik ben blij dat ik dat daarnaast nog kan doen. De grootste uitdaging is vooral dat allebei de dingen vergen natuurlijk best wel veel tijd en energie. En voor mij het belangrijkste is denk ik dat ik allebei wel zo goed mogelijk wil proberen te doen. Want ik wil niet heel goed roeien, maar ondertussen mijn studie verwaarlozen. Want dan had ik het net zo goed niet kunnen doen. Weet je, dan had ik wel gewoon een pauze kunnen nemen. Dus voor mij kost het best wel veel tijd. Op dit moment hebben wij bijvoorbeeld niet een A-status van NOC-NSF. Dus je kan niet van het roeien leven. Het is niet dan dus eigenlijk een fulltime baan. Dus voor mij is het dan wel belangrijk dat ik eigenlijk naast het roeien nog een ander soort doel heb. Kan je je beperking beschrijven en wat voor impact dat heeft op je roeien? Ik ben dus visueel beperkt. Hoofdzakelijk vanwege mijn beperkte gezichtsveld. Dus ik zie eigenlijk aan de zijkanten en de bovenkanten van mijn visie zie ik eigenlijk niks. En van dichtbij zie ik heel erg dubbel en van veraf zie ik onscherp. Dus het is best wel moeilijk om wat ik zie eigenlijk nog daar iets van te maken. En hoe is dat gekomen? Ja, ik heb een hersenvliesontsteking gehad. Maar dat werd niet direct herkend, waardoor eigenlijk
de druk in mijn hoofd zo hoog werd dat mijn oogzenuwen eigenlijk verdrukt werden en die dus deels beschadigd zijn. En hoe is het, hoe is dat gebeurd? Ja, daar zijn ze eigenlijk nooit achter gekomen. Dat is ook het vervelende, want de aandoening die ik dan precies had, die komt heel vaak voor bij bijvoorbeeld mensen met overgewicht of vrouwen van middelbare leeftijd. Nou, wat ik allebei niet ben. Ja, dus ze weten eigenlijk niet hoe het is gekomen. En het was volgens mij in 2017. Toen werd ik net 18. Dus ja, dat was wel even wennen. Ik zat toen in het tweede jaar van mijn studie. En dus ja, ik moest eigenlijk ook ineens leren studeren zonder echt te zien. Dat was wel even lastig. En ook bijvoorbeeld navigeren, gewoon lopen op straat en iets vinden was eerst heel moeilijk. Maar ik kreeg daar wel heel veel hulp bij van ja, allemaal specialistische centra. En dat heeft heel erg geholpen, want ik red me nu eigenlijk... Ja, ik heb wel een taststok of een signaalstok, waardoor mensen eigenlijk aan mij kunnen zien dat ik bijvoorbeeld niet zoveel zie. Maar ik gebruik hem niet zo heel veel, omdat ik... nou, bijvoorbeeld hier op SCADI gebruik ik hem bijna nooit. Omdat, ja, ik weet hier gewoon de weg. Ik weet in mijn hoofd waar alles is en hoe het eruit ziet. Dus ik heb dat eigenlijk niet nodig, ja. Soms loop ik dan wel tegen iets aan of struikel ik, maar ja, dat neem ik dan maar voor lief. En als het op 18-jarige leeftijd gebeurt, dat is best wel een grote impact. Zeker ook als je net gaat studeren en een nieuwe levensfase ingaat. Hoe ben je daarmee omgegaan? Ja, ik was eerst heel boos en verdrietig en onzeker. Want ja, ik wist eigenlijk niet zo goed eerst of het erger zou worden en of het misschien beter zou worden. Nou, het is al heel erg lang niet veranderd, dus het wordt niet erger, maar het wordt ook niet beter. En dat is wel een soort geruststelling. Maar ja, eerst is het gewoon heel erg eng, omdat je denkt, ja, word ik straks helemaal blind? En het was ook moeilijk, omdat ik natuurlijk heel veel nieuwe dingen wilde leren. Ik wilde eigenlijk leren hoe ik zonder mijn ogen kon studeren deels. Maar je wilt eigenlijk ook niet hetgene wat je nog hebt niet gebruiken. Dus ik lees echt nog wel eens dingen. Alleen, ja, dan was er best wel wat onzekerheid van, als ik helemaal blind zou worden, heeft het dan wel zin om dit te leren? Of moet ik misschien maar gewoon braille gaan leren? Ja, dat is best wel moeilijk. En ja, het vraagt bijvoorbeeld ook best wel veel van vriendschappen. Want mensen moeten je ineens met allemaal dingen gaan helpen. Nou, ze moeten niks, maar vrienden doen dat ook wel graag voor je. Alleen, het is wel ineens heel anders om bijvoorbeeld een soort hulpvragend persoon te zijn, in plaats van gewoon de leuke vriend met wie je alles kan doen. Want mensen doen dat wel heel graag voor me. Maar ik voel me altijd wel een beetje bezwaard om aan mijn vrienden te vragen, goh, wil je het zeggen als er een opstapje is? Want anders val ik misschien. En dat is in zo'n beginnersleeffase best wel een grote aanpassing. Ja. Maar je bent daar best wel goed in geslaagd. Kunnen we wel zeggen. Nu ja. Je het Paralympisch team hebt gehaald. Wat deed dat voor jouw zelfvertrouwen? Ja, het heeft wel heel erg geholpen, denk ik, bij het accepteren van mijn beperking. En ook wel voor de buitenwereld. Want bijvoorbeeld, ja, sommige mensen hoopten heel erg voor mij dat het bijvoorbeeld nog beter zou worden. En ik merk zelf dat het niet beter wordt. Maar ik vind dat ook niet erg, want ik heb ermee leren leven en mijn leven is goed zo. Alleen, ja, mensen denken dan toch, ja, je leven is toch minder dan eerst. Terwijl nu zit ik in het Paralympisch team en ik heb het super erg naar mijn zin. En ik kan gewoon iets doen waar ik heel goed in ben. En dat helpt voor mensen, denk ik wel, met ook voor andere mensen accepteren dat dit gewoon mijn leven is. En dat ik nu ook hele coole dingen kan doen die zij misschien niet eens kunnen. En hoe zorg je ervoor dat je elk jaar steeds dat stapje erbij doet? Dat je elke keer steeds een beetje beter wordt? Ik denk dat het nu, omdat ik nog niet zo heel lang in het team zit, vooral meer professionalisering van mijn eigen levensstijl en ook gewoon trainingen is. Dus steeds meer gaan trainen, dat helpt natuurlijk sowieso met beter worden. Maar ik denk vooral in een onervaren boot, omdat we nog natuurlijk niet zo heel lang samen roeien, dat ja, elke keer dat je samen traint, helpt gewoon weer om in die flow te komen. Maar daarbuiten denk ik ook gewoon dat iedereen steeds meer realiseert, oké, als we dit echt serieus nemen, dan kunnen wij straks gewoon op dat kwalificatietoernooi eerst of tweede worden en naar de Spelen gaan. En dat helpt iedereen wel heel erg om het gewoon ja, echt serieus te nemen. Kan je voor ons beschrijven hoe het voor jou was om eerst hier bij SCADI te trainen en daar vooral
veel op een ergometer ten af en toe in de boot. En die overstap te maken naar veel meer in Amsterdam gaan trainen. Nou, we trainen op het Olympisch Trainingscentrum. En daar zijn ook de Olympische roeiers. Wat ik heel erg waardeer aan de Roeibond is dat ze eigenlijk het Paralympisch en het Olympisch programma gewoon samen hebben gevoegd. Alleen, ik vond dat heel erg spannend, omdat er natuurlijk iedereen kijkt op tegen de Olympische roeiers, ook ik. En ik vond het dus heel spannend om gewoon hier met allemaal mensen waar ik me gewoon comfortabel bij voel en die weten wat er met mij is of waarom ik er ben, om dan daar naartoe te gaan met allemaal mensen die, waar ik eigenlijk heel erg tegenop kijk. En die heel veel hebben gedaan in hun leven om daar te komen. Terwijl ik eigenlijk als tweedejaars roeier daar net binnenkom lopen van... Haha, ik kom even roeien in het Paralympisch team. Dat vond ik wel heel erg wennen. Maar omdat de Roeibond ons eigenlijk ook zo goed ondersteunt... en het Paralympisch roeien gewoon heel erg serieus neemt... merk ik wel dat het ook wel makkelijker is om daar een soort van een plekje te vinden... Wat betekent die ondersteuning voor jou? Ja, ik vind het heel erg belangrijk, gewoon een soort van uit principe, dat Paralympische sport niet als minderwaardig wordt gezien aan Olympische sport. Omdat de weg die mensen daar bewandelen naar de top vaak wel heel anders is dan in Olympische sport. Maar dat het niet betekent dat die mensen het minder verdienen om daar te zijn of... er minder hard voor moeten werken. Want ik durf best wel te zeggen... wij staan niet aan de top van het Paralympisch roeien in de 4-met. Maar het kost wel heel erg veel moeite om daar te komen. En ik neem het ook ontzettend serieus. En dan vind ik het heel fijn dat wij gewoon dezelfde ondersteuning krijgen. En dat, dat vanuit officiële instanties ook gewoon hetzelfde gezien wordt als wij dat eigenlijk doen. Wat zorgt ervoor dat je zo hard mag roeien? Bijvoorbeeld op een wedstrijd, voor de wedstrijd luister ik dus heel vaak naar Skadi-liedjes. Dat vind ik heel motiverend, want dan denk ik, ja, weet je, ik lig hier niet alleen voor mezelf of voor mijn team, maar Skadi staat ook altijd achter me en dat vind ik echt heel fijn om in mijn hoofd te hebben of zo. Met roeien helpt het mij vooral om niet andere dingen kwalijk te gaan nemen, want ja, je zit toch met z'n allen in de boot en... het gaat echt niet altijd perfect, maar dat ligt ook voor een deel aan jou. Dus je moet geen capsones hebben en gewoon luisteren naar wat degene langs de kant zegt. Want diegene weet het gewoon beter. Waar haal je je drive vandaan om sneller te gaan? Ja, toch wel het vooruitzicht van de Spelen. Maar niet per se alleen een medaille, maar ook gewoon dat je en je land mag vertegenwoordigen... maar ook je vereniging mag vertegenwoordigen op zo'n groot toernooi... Ja, dat is wel echt mijn motivatie, denk ik. En hoe was dat toen de Spelen dan wegviel? Ja, dat was wel moeilijk. In de eerste instantie vond ik het gewoon heel lastig. Omdat er was gewoon een heel strakke planning. En we gingen dit doen. En dan was de kans het grootst dat we op de Spelen zouden staan. En dat viel ineens allemaal weg. Voor ons was het eerst ook nog moeilijk. Omdat het kwalificatietoernooi werd eerst afgelast. Voordat de Spelen waren afgelast. Dus voor ons was het heel onduidelijk... of er nog een kans was dat we ons konden kwalificeren. En dat vond ik echt heel moeilijk. Omdat ik dan echt het gevoel had dat ik er helemaal geen invloed meer op had. En toen realiseerde ik me, ik heb er geen invloed op. Dus dan moet ik me er ook niet zo druk om maken. En toen hielp het wel om met zeg maar, mijn team het erover te hebben. En toen zagen we het eigenlijk ook wel als een kans. Omdat ja, een jaar extra trainen betekent vooral voor een onervaren team echt heel erg veel. Want... dat extra jaar kan je eigenlijk nog heel veel beter worden. Toen waren de Spelen afgelast, dan had ik niet echt een doel. Toen was het gewoon eigenlijk, training was voor mij gewoon een beetje tijdverdrijf. Omdat anders had ik toch niks te doen behalve studeren. Alleen toen uiteindelijk bleek dat er nog wel een EK kwam dat jaar. Toen had ik echt weer een doel. En ik merk wel aan mezelf dat ik echt wel een doel nodig heb om mezelf te motiveren. Dus dan was voor mij wel echt het doel om zo goed mogelijk daar aan de start te liggen. Wat is jouw leukste roeiervaring op Skadi? Een van mijn leukste roeiervaringen op Skadi is denk ik wel de N-keer. Ik had wel eens zelf meegedaan aan de N-keer, niet in het paraveld. En ja, toen had ik wel een beetje het idee dat het paraveld een soort van een pauzeopvulling was. Alleen toen ik daar zelf eenmaal aan het roeien was en iedereen van Skadi zo voor me aan het schreeuwen was, dacht ik, oh ja, dit is echt heel erg leuk. En een van jouw leukste niet-roeiervaringen op Skadi?
Door mijn studie kon ik niet aan alles meedoen. En ook omdat ik natuurlijk eigenlijk best wel veel moest trainen in Amsterdam. Maar ik wilde wel graag mensen leren kennen. Dus uiteindelijk ben ik bij Luna gegaan. Ja, ik vind het echt heel fijn dat het niet alleen over roeien gaat, maar dat mensen wel snappen waar ik mee bezig ben. Maar dat ik ook gewoon alle andere dingen in mijn leven met hun kan delen. Een van de niet-roeiervaringen, leuke dingen, ja, dat vind ik toch wel echt mijn dispuutsdingen. Omdat daarbuiten doe ik ook niet heel veel op Scali. Maar ik vind het wel heel erg leuk dat er toch heel veel ruimte is voor niet-roeidingen. Gewoon eigenlijk al die activiteiten vind ik heel erg leuk. En wat heeft Scali voor jou betekend in je roeien? Ik vind het heel erg fijn dat mensen zo eigenlijk geaccepteerd hebben dat roeien met een beperking ook gewoon kan hier. Dat betekent wel echt veel voor me. En ik hoop dat er in de toekomst misschien, als er meer roeiers met een beperking zijn, dat mijn ervaringen hier misschien een soort leidraad zijn voor toekomstige omgang met die mensen. Namens Scali dan heel veel succes bij de Paralympische Spelen in Tokio in 2021. Dankjewel. Mijn naam is Marieke Keizer, ik ben 24 jaar oud en ik ben me aan het voorbereiden voor de Olympische Spelen van 2021 in de lichte damesdubbel 2. Waarom ben je gestart? Ik kom eigenlijk uit een roeifamilie. Dus mijn opa die is lid bij de Maas, hier ook aan de Rotte. Mijn broer roeide, ik ging een keertje mee en toen vond ik het gewoon echt superleuk. Ik ben op 15-jarige leeftijd begonnen bij Burgervereniging De Maas en nu hier. Heb je andere sport gedaan? Ik heb aan ballet gedaan op het Consortium in Den Haag. Uiteindelijk afgekeurd, dat is een hele strenge wereld. Verder nog een beetje gedanst. Ik heb op Hofpleintheater gezeten, kinderkoor, even een hele andere hoek. Maar ik heb heel veel geballet altijd en toen de switch gemaakt en niet meer teruggegaan. En heeft je dat ook geholpen in het roeien daarna? Ja, ik denk omgaan met kritiek, dat leer je wel bij ballet. En zo'n balletjuf, ja, die zegt wel gewoon even alleen maar wat je fout doet. Die gaat niet zeggen dat iets goed doet. Dus ja, daar leer je wel gewoon doorgaan en daarmee omgaan. Hoe vond je die beginjaren tijdens het roeien? Ik herinner me eigenlijk alleen maar heel veel plezier. Ja, mijn beste vriendinnetjes roeiden daar dan ook. En ik was heel veel eigenlijk op de vereniging. Ik weet wel dat ik aan het begin vond ik dat hele wedstrijden zo, dat snapte ik niet helemaal, dat leuk was. Ik was vooral bezig met trucjes in de boot. Het eromheen vond ik gewoon heel leuk. Ik had jarenlang in een zaal gestaan. Ik zag geen zonlicht, zeg maar. En nu was ik gewoon de hele dag buiten en dat vond ik zo leuk. Maar dat is op een gegeven moment toch best snel veranderd. Want in een kleine 4 jaar tijd werd dat echt heel serieus. Op zich wel, ook weer niet, denk ik. Ik denk dat als je junior roeit, hoe serieus het er misschien ook uitziet voor de buitenkant. Je bent wel echt nog onder 18, zeg maar. Dus op zich, zo serieus was het niet. Maar ik was wel, in trainingen was ik wel serieus. Alleen daaromheen, als ik nu terugdenk. Ik at gewoon kruisli bijvoorbeeld of zo na de training. Ja, dat zijn alleen maar suikers. Dat is niet super serieus. En nu ben ik wel echt serieus met alle componenten bezig. En ik vond trainen heel leuk. En of ik nou een uur bezig was of 2 uur, het maakt me echt niet uit. Hoe belangrijk denk je dat is? Plezier? Ja. Dat is 90%, denk ik. Vooral in de eerste jaren. Als je er dan al geen plezier aan hebt, dan doe je het echt nog voor de lol. Nu kan ik wel eens af en toe bedenken, sommige dagen heb ik er geen plezier in. Maar dan denk ik ook, ja, dat hoort er ook wel bij. Het hoeft niet allemaal mooi te zijn. Wat ik zo leuk vind aan het roeien is, het is zo'n eerlijke sport. Je roeit gewoon van A naar B en wie het snelste is, die heeft gewonnen. En daarna kan je er heel veel van vinden. Maar het blijft wel gewoon de uitslag. En ik kom natuurlijk uit een uit een wereld waar het meer gebaseerd is op wat iemand van jou vindt. Hoe was je eerste jaar speel? Ik ben in training gegaan als stuur. Ik kon wel zeggen, ik wil graag normaal zijn. Maar ja, als je al zoveel jaren roeit en je hebt dan naamsbekendheid, en al helemaal bleef in dezelfde stad, dan is het gewoon moeilijk om niet de roeier te zijn. En in die ploeg kon ik gewoon helemaal niet de roeier zijn. Want ik was daar als stuur. Dat is nog steeds, denk ik, een van de beste keuzes die ik heb gemaakt. Want zij vonden het super gaaf dat
dat ik daar was. En ik vond het superleuk dat ik daar was. En dan doe je een keer een trainingtje mee. En zo spelenderwijs ging ik wel weer zelf ook weer wat enthousiaster sporten. Dus je hebt daar eigenlijk je plezier opnieuw uitgevonden? Ja, ik wilde gewoon echt even heel graag gewoon normaal zijn. Ik had gewoon best wel veel aandacht gehad vanuit het roeien. En dat is ook superleuk. En dat vond ik ook heel erg leuk om een voorbeeldfunctie te hebben. Maar ik was er ook wel een beetje klaar mee. Dus dan is het gewoon heel fijn om echt weer normaal te zijn. En over meiden dingen te kunnen praten. Of over de rolletjes en de feestjes. Zeg maar, gewoon brak te zijn. Dat soort dingen had ik gewoon even wel een beetje gemist. Je bent ook in eerste jaar bij de Emmer gegaan. Hoe vond je dat? Ja, superleuk. Ja. Je trekt dan de broek aan en je bent een van hun. En ik had dat gewoon best wel lang niet gehad. Ik zat altijd in de eenmansboot. Ik heb de hele wereld over gereisd, in mijn eentje geroeid. Maar ik vind het heerlijk om in een menigte op te gaan en ja, niet op te vallen, zeg maar. En als je dan een broek aan hebt, dan ben je gewoon, oh, je bent een van die Emmers. Dat vond ik gewoon heel chill. Hoe vond je dat, die overstap tot Rotterdam naar het Nederlands team? Je hebt ambitie. En daarvoor moet je dingen gaan laten. En dat wist ik toen ik hier lid werd. Toen wist ik ook dat ik wel doorging met roeien. Want je gaat niet na 3-4 jaar zo succesvol opeens stoppen. Het was niet dat ik het niet meer leuk vond. Op den duur moet je dat stapje opdoen en moet je keuzes maken. En een van de keuzes was naar Amsterdam verhuizen. Dat hoort erbij. En dat, ik vind het nog steeds moeilijk. Ik vind het hier in Rotterdam veel leuker. Ik bedoel, ik zie je roeien echt niet als werk, maar ik ben wel verhuisd voor mijn werk. Rotterdam is ook nog steeds thuis. Amsterdam is Amsterdam. Je woonde eerst in Elichon hier. Hoe was dat? Wat ik vooral heel leuk vond, is een gemengd huis. Ik heb een oudere broer. Ik hou er wel van, een beetje, ja, gewoon een beetje mannengedoe. Gewoon niet te moeilijk. Toch ook wel het respect wat je krijgt voor wat je doet. Ik weet nog een keertje op de Wereldbeker goud gewonnen. En toen stond er een peperplantje op mijn kamer met een lief kaartje van omdat je zoveel peper in je reet had dit weekend. En dat soort dingen, dat is wel echt superleuk. Maar ook daar kon ik ook gewoon op de bank hangen. Zij misschien brak, ik moe van trainen. Maar je kon daar ook gewoon lekker, ja, student zijn. En toch ook weer een beetje dat gevoel dat ik dat mee kon pikken. Wat was er voor jou veranderd toen je naar het Nederlands team ging? Het eerste jaar vond ik het moeilijk dat ik dacht dat ik elke dag er moest staan. Dat ik elke dag moest laten zien hoe goed ik was. Ik denk dat iedere roeier die graag bij de bond wil komen ooit dat gevoel heeft. Van oh, dan moet je continu goed zijn. Terwijl nu denk ik, ja, het is gewoon een heel lang proces. Ik kan niet elke dag wereldkampioen Marieke zijn, zeg maar. Dat zit er niet in. En dat vond ik in het eerste jaar heel moeilijk om dan te durven zeggen van goh, ik ben wat moe. En dan ben je daar net binnen. Je hebt er nog niet zo heel veel mensen kennen je niet. Jij kent hun niet. Dus je hoofdcoach is ook een soort van nieuw. En dat vond ik best wel echt wennen. Ik voelde me wel een beetje eenzaam daar. Het was wel echt, ik moet me hier maar staande houden in deze wereld. Ja, je gaat een paar keer op je bek. En dan sta je weer op. Nu durf ik gewoon hulp te vragen of te zeggen als iets niet helemaal goed gaat. En dat in mijn eerste jaar dacht ik echt, ja, dan wordt het meteen daar het gat van de deur. Wat zijn een paar belangrijke dingen die jou in staat hebben gesteld om elke keer door te groeien? Ja, op de Maas heb je dus betaalde coaching. Dat is gewoon, ja, perfect. En toen kwam ik hier en toen, ja, was het eigenlijk ook wel tijd om wat meer op mijn eigen benen te gaan staan. Toen dacht ik, nou, ik zie het wel. Het eerste half jaar roeide ik gewoon niet in een nieuwe boot. En ik dacht, nou, dat komt vanzelf. En dat kwam ook gewoon vanzelf. En toen ben ik gewoon een beetje gaan kijken naar waar heb ik behoefte aan. Het sociale gedeelte is voor mij heel belangrijk. Een stukje begeleiding. En ik roeide toen ook al in Amsterdam. Dus ik had eigenlijk alle trainingsschema's had ik al vanuit daar. En eigenlijk moest ik het zien vol te houden voor mijn gevoel. En wat, ja, wil je met volhouden? Topsport is gewoon best wel pittig. Hoe hou je dat vol? Hoe kan je er voor opladen? Hoe kan je er elke dag zin in hebben? Hoe doe je een studie ernaast? Dus ik had gewoon een beetje het sociale hier nodig. Ik had dan Rianne Sigmond die me hier hielp. Die ook gewoon af en toe kon zeggen, hé, Marieke, dit hoeft helemaal niet. Je hoeft niet nog meer te doen. Ga maar even een middagje vrij. Gaandeweg ben ik zo, denk ik, gewoon eigenlijk van een 18-jarige naar een volwassen topsporter gegroeid. Ja, met een beetje hulp. En je geeft aan dat coaching heel belangrijk is. Wat voor coaching werkt voor jou? Kritische coaching, denk ik. Ik heb wel iemand nodig die gewoon zegt, dit is niet goed. Maar ook wel een coach die gewoon vraagt, hoe gaat het? Dat vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste. Iemand die je in de ogen kijkt en die eventjes vraagt, gewoon, goh, hey, hoe gaat het nou eigenlijk? Want dat is denk ik een van de dingen die het allerbelangrijkste is. Als jij goed in je vel zit, ga je vanzelf hard roeien. En ik geloof ook echt
dat als ik gewoon heel veel halen maak, dat ik het vanzelf weer beter erin word. En iemand moet daar dan gewoon mij een beetje in ontstressen. Want ik ben super kritisch en dat heeft geen zin als ik dat het hele jaar door ben. Dat moet ik alleen de laatste weken, moet ik die super zoek op mijn roeihaal moet ik hebben. En de rest van het jaar moet ik gewoon bezig blijven, uren maken. Zorgen dat mijn hoofd rustig blijft en geen stress daarin voelen. En ik denk dat als een coach gewoon af en toe vraagt hoe het gaat, dat al best wel belangrijk is. En hoe hou je die bal allebei omhoog? Nou, nu niet. Ja. Nu doe ik alleen maar sporten. Ja, ik vind het jammer. Ik vind het allebei heel leuk. Maar het is niet te doen met 3 keer op een dag trainen en wel met 2, denk ik net. Nou moet ik wel zeggen, voor de tentamens vond ik het wat minder leuk. Dat kreeg toch ook wel behoorlijke stress. Ik kreeg daar toen best wel veel vrijheid in van mijn coaches om daar ja, ook eventjes dat te doen. Want het was allemaal best wel onzeker wat er ging gebeuren dat jaar. De Spelen waren afgelast, alle toernooien waren afgelast. Dus ja, dan kan je wel gaan trainen als een maloot. Maar als je echt niks ernaast hebt, dan is dat gewoon best wel moeilijk om, ja, om niet continu na te denken over wat er gaat gebeuren. En al die onzekerheden kunnen dan echt als een soort tsunami over je heen komen. Dat werkte voor mij supergoed om ook daar mijn hoofd gewoon in uit te schakelen en iets anders te moeten doen. Ik was gewoon een beetje met mijn toekomst bezig, los van het roeien. Hoe was het om daar helemaal voor getraind te hebben dat je opeens hebt veranderd? Wij zagen het wel allemaal een beetje aankomen wat er ging gebeuren. Ik vond het aan het begin heel moeilijk. Het is precies een jaar geleden dat ik in Sevilla was, trainingskamp. En toen begon dit coronavirus. En ik weet nog dat ik met iemand op de kamer lag. En die zei tegen mij, ja, die hele Spelen gaan niet door. En toen keek ik eraan, zo, en nu hou je je bek. Toen dacht ik echt, dit gaat er bij mij niet in. Want totdat die Spelen niet doorgaan, gaan ze door en train ik er hard voor. Je voelt die bui hangen. We wisten allemaal, die Spelen, ze gaan het niet door laten gaan. De hele sportwereld viel stil. Ja, het is niet dat dan opeens het allergrootste sportwereldevenement opeens in Japan door kan gaan. Ik vond het lastig, want ik zag mijn moeder werkt in het Maastrichtziekenhuis. Dus ik zag het gebeuren, maar zelf wilde ik wel echt nog naar buiten om te gaan sporten. Dus toen het echt afgelast werd, vond ik dat dan wel weer fijn. Maar verder, ja, er komt wel nog een paar keer op je af dat je denkt, ja, dat wel even anders kunnen zijn allemaal. Ja. Heb je die gouden plak op de wereldkampioenschappen in je handen gehad? Ja. En dan denk je toch, ik wil toch nog een jaar door. Ja. Dan maak je die keuze elk jaar. Nou, ik denk omdat ik het gewoon nog super leuk vind, dat ik niet echt kan stoppen. En ik moet ook wel bekennen, eerste keer wereldkampioen was junior, dus ik was wel 18, ik was wel wat jonger. Maar toen dacht ik, nou, nu gaat mijn wereld veranderen. Nu ben ik wereldkampioen. Nou, volgende dag, alles hetzelfde. Viel echt vies tegen. Dus voor iedereen die denkt dat als je wereldkampioen bent of Europees kampioen, dat er dan een wereld voor je open gaat. Dat is niet zo. Maar aan de andere kant kon ik dat toen ook wel weer. Ik was zo jong, had ik dat dan dus al bereikt, dat ik wist, oké, hier doe ik het niet voor. Die gouden plak, dat is het niet. Elke dag dit mogen doen en nu krijg ik er ook nog eens voor betaald, zeg maar. Ik heb gewoon ja, een uit de hand gelopen hobby, XXL. Dat vind ik gewoon heel leuk. Buiten fietsen, buiten sporten. Jezelf op momenten dat je denkt, nou, nu kan ik echt niet meer, toch wel weer doorgaan. Ik vind dat mezelf uitputten, mezelf uitdagen, dat vind ik eigenlijk echt het allerleukste. En dat dat dan ook nog buiten is en buiten sporten en mensen leren kennen, reizen. Ik heb echt hele mooie roeibanen gezien. Het is best wel bijzonder dat ik denk, ja, ik mag nu wel 5 weken Spanje. Terwijl heel de wereld niet mag reizen en ik mag dat wel. En dat privilege, dat is best wel leuk. Je zei, ik kan niet stoppen. Heb je geprobeerd te stoppen? Ik heb er nooit ook echt over nagedacht. Want ja, die spelen die staan nog gewoon op mijn bucketlist. Ja, een coach zei een keertje tegen mij toen ik dus wel bij Skadi ging roeien. Toen zei ik, ja, ik wil gewoon feesten en zuipen. En ik ben hier klaar met dit serieuze gedoe. Nou, ik was 19, dus ook een beetje puber. En toen zei hij, ja, Marieke, topsport, dat kan niet altijd. Alcoholist kan je echt nog altijd worden. Ik heb eigenlijk nu zoiets voor, zolang ik het leuk vind, ga ik door. Altijd, elke seconde van de dag, alles moet uittellen en op je gewicht moet letten. Ja. Hoe ga je daarmee om? Ik moet wel zeggen, het is niet elke seconde van de dag. Het zijn natuurlijk maanden dat het extreem is. 57 kilo is voor mij gewoon echt veel te dun. Dus daar werk je dan heel hard voor. Ja, voor mij neemt het een beetje plezier weg. Maar aan de andere kant levert het ook medailles op. Ja, lichtroeien, ja, het is gewoon een extra dimensie. En ik denk dat dat
Als zware roeier kan je niet voorstellen hoeveel het daadwerkelijk van je vraagt. Ik heb dan best wel de angst gehad van, goh, straks slaat dit gewoon door. Je hoort zoveel verhalen over eetstoornissen in topsport. En dan ga ik ook nog eens mezelf soort van geoorloofd uithongeren. Dus dan denk ik, hoe gezond is dit? Nou ja, op den duur heb ik daar ook gewoon hulp voor gezocht. En ben ik met iemand daarover gaan praten. Of het allemaal wel zo normaal is wat ik doe. En de nodige stress die het met zich meeneemt. Om altijd maar inderdaad goed op die weegschaal te staan. Te kunnen in te wegen. En dat ook nog hard te kunnen trainen. Je moet ergens herstellen. Maar als je niet mag eten, hoe ga je dan herstellen? En ja, dan ga je gewoon met iemand praten. En dan vraag je hulp. En ik denk dat dat een van de moeilijkste dingen is om te doen. Hulp vragen. Maar het houdt het voor mij dan nu wel, door hulp te krijgen, is het voor mij nu nog te doen elke dag. Anders was ik misschien ergens onderweg gesneuveld. Zoveel topsporters sneuvelen onderweg. Ben ik ook nog een serieuze medaillekandidaat? Nou ja, hoe bijzonder is het? Ik vind het in ieder geval zelf altijd nog best wel bijzonder. Dan denk ik, nou, wow, gaaf. Maar ja, wel de nodige hulp, ja. Voor eerstejaars of wat ouderjaars die veel op hun eten aan het letten zijn voor in het licht groeien, maar ook voor zwaarroeiers die ja, dieet. Ik denk dat voeding kan heel veel toevoegen aan je herstel. Ik denk dat het zeker voor alle zware roeiers ook heel handig is om over na te gaan denken, wat stop ik in mijn mond? Soms gaan daar dingen in dat ik denk, nou, dat jij nog kan trainen, joh. En ik denk vooral op de lange termijn ga je er profijt van hebben. Je kan echt prima 3 jaar lang een beetje aanmodderen met eten. Maar dan op den duur zul je merken dat het dan toch weer iets meer energie gaat kosten. En dan merk je ook, ik heb 3 jaar lang eigenlijk niet zo goed voor mezelf gezorgd. Dus dat stukje goed voor jezelf zorgen, dat is denk ik een van de belangrijkste dingen om te doen. En ik vind ook dat als je merkt van, ik heb een hyperfocus op eten. Of je nou licht of zwaar roeit, jong of meisje, het kan gewoon gebeuren. En ik denk dan dat het heel erg handig is om hulp te zoeken. En dat dat ook echt heel normaal is om te doen. Dus als je daar nou echt merk van, hey, ik ben hier eigenlijk wel een beetje erg op gefocust. Dit had ik nooit. Of ik heb nu bepaalde regels voor mezelf opgesteld van, ik mag niet meer dit eten of ik mag niet meer dat. Ja, dan is het gewoon best wel, hulpvraag is dan best wel goed om te doen. Ik denk dat dat op den duur dan toch wel uitbetaalt. Ja, dat voorkomt gewoon meer. Het is meer preventief, ook voor mezelf. Omdat ik topsport, weet ik ook dat ik altijd goed voor mijn lichaam zal zorgen. Dus ik zal nooit mezelf op die manier uithongeren. Maar ja, het kan gewoon wel zijn dat als het topsport weg gaat vallen, dat het dan opeens wel een issue wordt. Dus ja, ik dacht gewoon, nou, ik ga daar gewoon even aanpakken. Dus ik ga daar lekker met iemand over praten. En concreet voor iemand die begint, die denkt, nou, ik wil die extra stap zetten. Waar kan je beginnen? Nou, sowieso op tijd naar bed. Slapen. Daar kan ik zelf ook goed onderuit. Gewoon goed voor jezelf zorgen. Ik denk dat dat echt wel heel belangrijk is. Goed slapen, goed eten. En ik denk ook het andere belangrijke aspect is af en toe even lekker helemaal los. Dat is ook echt wel heel belangrijk. Ik bedoel, het moet wel leuk blijven. En ook als je op het allerhoogste niveau bezig bent, moet het ook leuk blijven. Dus dan eet je ook af en toe een pizza. Of dan ga je ook af en toe gin tonics drinken. En dan de volgende dag heb je hoofdpijn. En dan denk je, ja, het was het wel waard. Allerleukste obstakel op roeivlak. Ik denk de Mistelli-bokaal een paar keer winnen. Met mijn eerstejaarsploeg, we hadden blessures. En Saar zou sowieso sturen. Dat was het echte stuurtje. En ik zou gewoon die dag mee fietsen. En toen zei ik, ja, ik kan ook wel invallen. Dus ik was in volledig Scadi-kleding natuurlijk gewoon ingestapt. En zo weinig mensen hadden door. Totdat op een gegeven moment de eerstejaars 8 zei, ja, maar dat is niet eerlijk, want zij zit daar. Maar ja, hoe ga je dit omrekenen dan? Ja, niet. Dus wij hadden die Mistelli-bokaal gewonnen. Misschien niet helemaal eerlijk dat wij dat hadden gewonnen, maar al die ouders en iedereen ging voor ons zingen. Iedereen was ook jaloers en niemand vond het eerlijk. Maar ja, aan de andere kant dacht ik ook, ach, hè, dat kan. En al die ouders vonden het superleuk. En wat zijn jouw plannen voor na de Olympische Spelen? Planloos. Als je nog een leuke idee hebt. Geen idee. Ik ben me aan het oriënteren op mijn minor. Dus ik ga studeren. Er is nog een WK in Shanghai. Daar heb ik familie wonen. Daar wil ik misschien wel naartoe. Misschien in een zware boot, om het wel allemaal iets leuker te houden. En verder heb ik geen echt concreet plan. Eigenlijk nul plan.
Heb ik ook nog nooit gehad in mijn leven. Het is op zich wel goed. Ik laat het een beetje op me afkomen, denk ik. Ik zie het wel. Ik ga wel even studeren, dat wel. Dat is een goede stok achter de deur. En verder, ja. Namens Kaya, dan heel veel succes bij de Olympische Spelen in Tokio in 2021. Dank je.